Voorzitter, ik was nog gebleven bij waarom ik zo'n blauw hart heb en waar dat vandaan komt. En ik heb in de afgelopen jaren vele dienders ook persoonlijk leren kennen. Mensen die de moed hebben om iedere dag pal voor ons te gaan staan als het nodig is. Die op situaties afstappen als wij wegrennen, als wij het te gevaarlijk vinden worden. Of dat nou in de haven is waar drugs in een container worden gevonden, tijdens een demonstratie waar relschoppers misbruik van maken, in uw of mijn straat waar inbreker op de loer ligt, of het bewaken en beveiligen van journalisten en rechters. Maar ze doen veel meer. En dat is ook wat ik wilde zeggen richting de heer Timmermans met de voorbeelden dat het inderdaad heel zwaar werk is. Want ze staan er ook nog als er sprake is van een zelfdoding. Of als ze de ouders van een verongelukt kind het vreselijke nieuws moeten brengen. Of een jongen helpen onderduiken omdat zijn familie uit is op ingerelateerd geweld omdat hij uit de kast is gekomen. Het zijn geweldige vrouwen en mannen die dat doen. Zij zijn er. En daar wil ik ook vandaag weer mijn waardering voor uitspreken. Maar ook hier, voorzitter, met alleen dankwoorden komen zij er ook niet. Dus ook hier hebben we ons sterk gemaakt voor een forse investering. En gelukkig is dat ook hier gelukt. Extra investering in onze veiligheidsdiensten, in onze agenten. In zorgen dat we online net zo alert zijn als op straat. Ja, dat er wat wordt gedaan met je aangifte. Maar ook in de aanpak van jodenhaat, voorzitter. 7 oktober is bijna, dan is het een jaar geleden dat de brute aanval van Hamas in Israël heeft plaatsgevonden. En ik zou graag van het kabinet willen weten of de aanpak van antisemitisme, zoals die in ieder geval vanuit mijn partij de ChristenUnie is neergelegd, ook voortgezet wordt, daar waar mogelijk geïntensiveerd wordt. En of inderdaad die extra middelen ook daarvoor worden uitgegeven. Want we zien zeker sinds 7 oktober, maar daarvoor ook, dat jodenhaat helaas steeds normaler lijkt te worden in ons land. Ik sta hier te spreken terwijl een partij hier in de Kamer, de Partij voor de Dieren, net een plaatje deelt. Lijkt heel erg onschuldig. We gaan trakteren op watermeloenen, terwijl je weet dat dat een symbool is voor de steun voor Hamas. Dat is het niveau wat we hier hebben bereikt, voorzitter. En ik hoop dat het kabinet de aanpak van jodenhaat heel erg serieus zal oppakken. Mevrouw Ouwehand. Voorzitter, mevrouw Jessekus weet heel goed, en ze doet het met opzet, de watermeloen staat symbool voor de Palestijnse vlag en het toont solidariteit met de Palestijnse bevolking die niet alleen is onderdrukt door de regering Netanyahu en de steeds rechtser wordende regering in de staat Israël en ook de genocide waar zeer waarschijnlijk sprake van is in Gaza. En het heeft niks te maken met de steun aan Hamas. Hamas is een terroristische organisatie. De daden die Hamas op 7 oktober en eerder en op andere momenten heeft gepleegd, verdienen niets dan veroordeling. Dat doet de Partij voor de Dieren ook. Dat weet mevrouw Jessekus. Maar de regering Netanyahu maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden, aan apartheid, aan onderdrukking van het Palestijnse volk. En daar hoor ik de VVD nooit over. Voorzitter, ik sta hier niet om het beleid van Netanyahu te verdedigen. Heb ik nooit gedaan, ga ik ook nooit doen. Wat hier gebeurt, en dat vind ik wel wonderlijk eerlijk gezegd, is dat mevrouw Ouwehand nu doet alsof het voor haar totaal nieuw is dat dit symbool echt een hondenfluitje is voor Hamas aanhangers. En als het al nieuw was, dan wordt het al de hele dag op Twitter u verteld, zeg ik via de voorzitter. Dus in plaats van dat je denkt, nou, dit is niet de categorie waar ik toe wil horen, dit zijn niet de mensen waar ik me mee wil associëren, wil ik opkomen voor de Palestijnen, dan is eigenlijk, denk ik, mijn eerste aanval richting Hamas die de Palestijnen onderdrukt. Nou, dat waren allemaal opties geweest, daar heeft mevrouw Ouwehand niet voor gekozen. En voorzitter, mijn enige punt hier, want ik zie het gebeuren en waarvan akte. Ik vind dat we hier moeten benoemen dat er zoveel vormen van jodenhaat in dit land op dit moment naar buiten worden gebracht, alsof het maar normaal is. En ik zal er altijd voor opstaan. Heb ik altijd gedaan. Heeft mijn partij altijd gedaan. En daar gaan we nu ook niks aan veranderen. Ja, voorzitter. En dit is precies waarom de Partij voor de Dieren niks dan volle oppositie heeft tegen dit kabinet. Feitenvrij ophitsen. Feitenvrij ophitsen. Het is steun voor het onderdrukte Palestijnse volk. In combinatie met de veroordeling van de daden van Hamas. Hamas staat al op een terreurlijst. Daar is het kabinet al tegen. Wat nodig is, is dat politieke partijen het kabinet eraan herinneren dat er een internationale verplichting is om alles te doen wat je in je hebt om die genocide te voorkomen. Internationale verdragen, een kabinet dat zegt de rechtsstaat te respecteren als het aan de NSC ligt. Daar hoor ik mevrouw Jessekus allemaal niet over. Beschuldigt mensen die strijden tegen die genocide van jodenhaat,
Dat is verschrikkelijk. Dat is een valse beschuldiging waardoor mensen niet zich uit kunnen spreken voor die arme Palestijnen, terwijl dat nodig is. En mevrouw Jessicus weet heel goed dat voor de Partij voor de Dieren en zoveel andere partijen in deze Kamer antisemitisme moet bestreden worden. Daar zijn wij voor. En mevrouw Jessicus maakt een kabinet nodig, mogelijk, met een extreemrechtse partij. En ik hoor haar nooit over het extreemrechtse groeiende antisemitisme. Altijd alleen maar als je het kan gebruiken om mensen die het opnemen voor het Palestijnse volk de mond te snoeren. Het is zo verschrikkelijk spuuglelijk voor je eigen politieke belangen ophitsen, feitenvrij, terwijl er 40.000 mensen zijn gestorven. Voorzitter, volgens mij krijgt mevrouw Aalhand precies wat ze wil. Want als zij deze nuance had willen aanbrengen, dan had ze daarvoor gekozen in haar tweet. Daar heeft ze niet voor gekozen. En zo werkt dit ook. Op het moment dat je hondenfluitjes inzet, op het moment dat je antisemitisch je wil uiten, dan moet je ook voorbereid zijn op dat je dan een weerwoord krijgt. In dit geval van mij. En voorzitter, nogmaals, en mevrouw Aalhand zei, hè, en het gaat erom wat nodig is. Wat nodig is, is dat die gijzelaars vrij worden gelaten. Wat nodig is, is dat Hamas verantwoordelijk wordt gehouden. En inderdaad, wat nodig is, is dat het die ellende ophoudt en we uiteindelijk gaan naar een twee-staten-oplossing. Helemaal eens. Ik ben meerdere malen in Israël geweest, in die Palestijnse gebieden geweest. Ik weet donders goed hoe ellendig het daar is. Voorzitter, maar om het dan plat te slaan en heel erg bewust te weten wat je online deelt, wat voor hondenfluitje dat is en daarna hier verontwaardigd te doen, daarvoor is de jodenhaat in dit land veel te groot. Ik laat het niet zomaar voorbij gaan. En voorzitter, mevrouw Aalhand zei, en dit is waarom niemand zich durft uit te spreken voor de Palestijnse zaak. Feiten nu zijn dat Joodse studenten niet naar de universiteiten durven. Feiten nu zijn dat mensen met een keppeltje niet meer op straat durven. Dat zijn de feiten nu. En op het moment dat mevrouw Aalhand zich daar ook hard voor maakt, dan hebben wij een gesprek. Tot dan behandel ik mevrouw Aalhand precies zoals zij erom verzaagt. Dit is wat het is. Ja, voorzitter. Ja, het is echt de wereld op zijn kop. Mevrouw Jessicus die over hondenfluitjes begint, terwijl je dit kabinet mogelijk hebt gemaakt en niks zegt over extreemrechts antisemitisme. Dat is gegroeid. Niet de feiten naast elkaar willen zetten. We maken ons ook zorgen over antisemitisme. Waarom het nodig is om aandacht te vragen voor de onderdrukking van de Palestijnen en de genocide daar, is omdat onder andere dit kabinet eenzijdig wel allemaal weet te benoemen wat Hamas heeft gedaan, wat we moeten veroordelen. Ik zeg het nog een keer. Antisemitisme willen we met z'n allen bestrijden. Dus die beschuldiging die mevrouw Jessicus hier uit komt volstrekt uit de lucht vallen. Maar ze doet dat met opzet. Het is scheef in die belangen. Er is aandacht voor de terreurdaden van Hamas. We zijn het met elkaar eens dat iedere vorm van antisemitisme bestreden moet worden. Ja, waar we het ja. niet over eens zijn, is dat Netanyahu en de staat Israël zwaarder moeten worden aangepakt om die afschuwelijke onderdrukking en die afschuwelijke genocide daar te stoppen. En daarom blijven wij aandacht vragen voor de Palestijnen, hoe lelijk mevrouw Jessicus het ook wil spinnen. Ik wil gewoon doorgaan met mijn betoog, voorzitter. Ja, maar daar denken andere mensen anders over. De heer Jetten. Ja, voorzitter. Een van de meest verschrikkelijke oorlogen, conflicten die op dit moment in de wereld gaande is, is in Gaza, op de Westbank en in Israël. En ik heb ook eerder gezegd, wij moeten met z'n allen ook wel een beetje de verantwoordelijkheid voelen om te voorkomen dat dat heftige conflict in onze eigen samenleving nog tot verdere emoties en polarisatie gaat leiden. En dit debat helpt daar volgens mij niet echt bij. Door elkaar te gaan beschuldigen van antisemitisme of van dogwissels richting Hamas, wat volgens mij helemaal niemand in deze zaal probeert te doen. En begon wel met de opmerking van mevrouw Jessicus richting mevrouw Aalhand dat alleen maar het symbool van de watermeloen, dat dat één op één gelijk staat aan de steun van Hamas. En ik zou toch aan mevrouw Jessicus willen vragen om dat te nuanceren. Want waar komt dat vandaan? Op een gegeven moment is het in Israël verboden om nog de Palestijnse vlag te vertonen. Daarmee werd de vrijheid van meningsuiting van allerlei mensen ingeperkt. En een kwartje van een watermeloen was dan het alternatief. En voor heel veel Nederlanders geldt ook die zich willen uiten over dit conflict, dat het delen van een meloen op die manier een manier is om te laten zien, ik maak me zorgen over het feit dat er zoveel duizenden mensen, onschuldige mensen doodgaan in dit conflict. Dus laten we in dit huis
heel veel discussiëren over wat er gebeurt in Israël en Palestina. Maar laten we elkaar niet valselijk beschuldigen van dorkwissels. Zoals ook mevrouw Jezielkes weet dat dit symbool niet een dorkwissel voor Hamas is. Voorzitter, misschien begon het niet zo dat het inmiddels zo is. Ik bedoel, ik ben het helemaal met de heer Jetten eens. Geen enkel onderwerp en misschien op de allerlaatste plek deze verdient polarisatie. Als ik daar zit en ik krijg vervolgens van zoveel Joodse Nederlanders berichten die zeggen dit is dus hoe wij het interpreteren en ik zie het, ik weet het, dan vind ik het wel belangrijk om daarop te duiden. En het is inmiddels, laat ik het wel voorzichtig formuleren, maar algemeen bekend waar het voor staat. Dus als je er een andere betekenis aan geeft, of de oorspronkelijke betekenis, wees daar dan ook duidelijk over, zou ik zeggen. Dan scheelt het ook een dergelijk debat. Maar op het moment dat ik dat zie dat het geuit wordt, en ik zie dat daar bewust de context wordt weggelaten, en ik zie wat dat doet met mensen in dit land die zich al niet meer vrij voelen, namelijk Joodse Nederlanders, dan is het aan mij om daarvoor op te komen. Dat is niet polariseren, maar dat is mijn werk doen als volksvertegenwoordiger. Voorzitter, dit is wel een heel goed voorbeeld van de zoektocht waar we allemaal in zitten. Hè? Hoe gaan we op een meer respectvolle manier met elkaar het debat voeren? En nu, in deze reactie van mevrouw Jezielkes, probeert ze wat rustiger, genuanceerder, met meer context uit te leggen dat een bepaalde uiting leidt tot gevoelens van onveiligheid bij Joodse Nederlanders. Dat is een hele andere manier om die discussie met mevrouw Ouwehand aan te gaan dan haar even in een bijzinnetje te beschuldigen van een dorkwissel. Dus misschien kunnen we dan op deze manier proberen om op een iets rustige manier over het meest verschrikkelijke conflict in het Midden-Oosten te praten en op een iets rustigere manier over wat dat doet met mensen in Nederland. Voorzitter, nee. Want op het moment dat ik zie dat er bewust iets wordt gedeeld en de intentie helder is, dan zeg ik daar wat van. Als de heer Jetten vervolgens met zo'n inhoudelijke vraag naar me komt, dan reageer ik daar ook op die manier op. Dus ik wil niet zeggen dat ik alleen maar daarop reactief ben, voorzitter. Maar niet elke reactie vraagt om een genuanceerde reactie. Zouden we daar niet bij kunnen laten? Ja, ik zeg kan ook door. Aan de mensen interruptie microfoon. We hebben nog 12 sprekers te gaan. We gaan nog heel veel debatten voeren over Israël en Gaza, et cetera. Ik kan me een beetje voorstellen wat de geachte collega's willen inbrengen. Kunnen we niet gewoon doorgaan met het volgende onderwerp van mevrouw Jezielkes? Als we allemaal gaan, voorzitter, akkoord. Oké, bij deze dan. Ja? Ja, meneer Van Balen, ja. We gaan er nog heel vaak over praten, anders zijn we zo weer een half uur verder. Snel een ander onderwerp, mevrouw Jezielkes. Ik ga nog laatste paar zinnen over het blokje veiligheid, voorzitter. Want ik was erg blij met de extra investeringen. En ik wilde graag zeggen dat de VVD daar trots op is, op die extra investeringen. Daar ben ik trots op. En ik zou ook graag van het kabinet en bevestigd willen krijgen dat inderdaad de vrouwen en mannen waar de heer Timmermans net over begon, die zich inzetten voor onze veiligheid, ook die erkenning krijgen en prioriteit hebben in die gesprekken. Maar dat heb ik via de interruptie met de heer Timmermans al gezegd. En ik zou graag een reactie van het kabinet willen als het gaat om de extra investeringen voor aanpak van terrorisme en aanpak van ondermijning. We staan hier, voorzitter. Vandaag is het precies 5 jaar geleden dat advocaat Dirk Weersum werd vermoord voor zijn woning door drugscriminelen. Die strijd gaat onverminderd door. Ik ben blij te zien dat het kabinet daar volop mee doorgaat, maar ook extra intensiveert, extra middelen voor uittrekt. Dus ik zou het fijn vinden om van de premier te horen welke elementen dan precies. Voorzitter, ik vertelde over ik hier kwam als jong meisje, als kind van politieke vluchtelingen die dankbaar waren voor een veilige plek. Die zo graag terug wilden dat hun horloge nog op de Turkse tijd stond, al scheelde dat maar een uurtje. Maar die tegelijkertijd wisten dat hun leven voorlopig in Nederland lag. Zij hoopten aanvankelijk tijdelijk, het bleek vrij snel voorgoed. Wij werden warm ontvangen, voorzitter, door de kerk. Onbaatzuchtige, zeer hardwerkende Nederlanders die zich inzetten voor een goede toekomst van een jong gezin dat ze helemaal niet kenden. Ons huis werd ingericht door de nonnen. En mijn moeder kreeg als extra bescherming een mozaïeke kruis. Als atheïst voelde zij zich nogal bezwaard om het aan te nemen. Maar de nonnen vertelde haar dat het voldoende was dat zij de nonnen geloofde. Het kruis hebben we nog en het zal ook altijd in onze familie gekoesterd worden, voorzitter. Mijn ouders grepen hier alle kansen die ze kregen of die zij zelf konden creëren. Vanaf dag 1 leerden zij de taal en verdiepten zij zich in Nederland. Ze gingen aan het werk, eerst vrijwillig en later, toen het mocht, meteen betaald. En we gingen deel uitmaken van de samenleving. Meedoen, meepraten, je er tegenaan bemoeien, verantwoordelijkheid nemen. Dat stond centraal tijdens mijn opvoeding. Het maakte als kind een diepe indruk op mij. Hoe we welkom werden geheten. Hoe mijn ouders meteen in de samenleving doken en vol meededen.
hoe we werden geaccepteerd en geholpen. Voorzitter, dat is Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Dat ons land er altijd zal zijn voor wie ons echt nodig heeft. Zo willen wij zijn en zo zijn wij. Maar dan verwachten Nederlanders wel dat we daar zorgvuldig mee omgaan, met die gastvrijheid. Dat moet je dan niet uit de hand laten lopen door als politiek te laf te zijn om tijdig het onderscheid te maken tussen wie een echte vluchteling is en wie niet.